We zijn in Dussen bij de gereformeerde kerk de Hoeksteen, Dussen Meeuwen. En wij hebben vandaag van Kerk in Actie en van Diakonie hebben wij een project, twee projecten eigenlijk. Dat is Moldavië, dat is duidelijk voor de ouderenzorg. Een project in India, en dat is voor kinderen met een beperking en een handicap. En dan hebben we hier een project en hebben we vandaag een gavenveiling. En wat precies is een gavenveiling? Nou, een gavenveiling, zeg maar, dat wij een gave doen, zeg maar, bijvoorbeeld onderhoud van een aanhanger. En daar bieden we dan voor niks aan. En dan kan de mensen nog bieden. En dan de hoogste bieder die heeft het dan. En dan wordt er gratis gemaakt, exclusief de onderdelen dan, zeg maar. Om een voorbeeld te noemen. Ik ben van Stichting Welzijn Kinderen van Ballenhand. Ik zit zelf niet in het bestuur, maar ik ben een vrijwilliger die daar aan meewerkt. En het is een project in India en het gaat over, eigenlijk over Ballenhand en Umang. Ballenhand is een weeshuis waar heel veel kindjes wonen en alle gezonde kinderen die worden geadopteerd. Alleen de kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking niet, maar als ze 18 jaar zijn worden ze wel op straat gezet. En de stichting heeft samen met de directrice hebben ze Umang opgericht, dat is een zorgboerderij ook in India. En daar kunnen dan de kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking gaan wonen. En de bedoeling is dat het project straks zichzelf gaat draaien. Maar dat is natuurlijk, ja, dat kan wel 20 jaar kosten. Maar dat is wel het uiteindelijke doel, dat het echt een project uit India is. En het enige wat wij doen is vooral ja, geld aanleveren. En hopen dat het zo groot mogelijk wordt. 15 euro door Marcel geboden, 15 euro. Voor het goede doel allemaal, dames en heren. 15 euro geboden door Marcel, groente, tomaten of ettensoep. 15 euro, eenmaal 15 euro, andermaal. Hij is verkocht voor 15 euro. Dankjewel, Marcel. Ik ben van Stichting Ouderenzorg Moldavië. Moldavië ligt tussen Roemenië en Oekraïne in en is het armste land van Europa. Het was een voormalige Sovjet-Unie-republiek en in 1991 is het op zichzelf gekomen, waardoor ook de waarde van het geld enorm naar beneden ging en met name de zwakkere doelgroepen, de ouderen en de zieken, daar ontzettend veel last van ondervinden. De regering zelf doet er niet zo heel veel aan, dus het is wel van noodzaak dat het ook mag blijven bestaan. En hoeveel denkt u op te halen vandaag? Wij hopen rond 1000 tot 1500 euro op te halen eigenlijk. Ja.